En ik weet ook zeker dat het voor Nederland vruchten gaat afwerpen. Dus ik steun het zeer en ik zet met overtuiging mijn handtekening. Tijdens de FME-industrietop in Marknesse heeft minister Asscher samen met voorzitter Ineke Desentier en vertegenwoordigers van CNV en FNV afspraken gemaakt over de oprichting van een Field Lab Sociale Innovatie. Het Field Lab Sociale Innovatie is een alliantie van een aantal partijen. Dat is de overheid, dat zijn de sociale partners. En met die groep willen wij nieuwe afspraken maken voor de arbeidsmarkt van nu en in de toekomst. Want we staan voor een grote transitie in Nederland. De economie verandert, de techniek verandert. Maar uiteindelijk gaat het om de kracht van de mensen. En daar zullen we ons ook voor moeten aanpassen. De nieuwe manieren van samenwerken worden hier ontdekt. Dat vind ik heel belangrijk. In de composiete pilotplant ACM van Fokker en het NLR benadrukten de initiatiefnemers dat een snel veranderende industrie niet alleen vraagt om de juiste vaardigheden en kennis van medewerkers, maar dat smart industry ook andere eisen stelt aan de inrichting van arbeidsorganisaties. Ontwikkeling van mensen is heel belangrijk omdat je dan in jezelf investeert en dat zorgt ervoor dat je altijd aan het werk blijft. Niet altijd in dezelfde baan, niet altijd bij dezelfde werkgever, maar wel altijd werk. En de volgende stap is dat we samen aan de slag gaan. We moeten op zoek met elkaar naar de goede voorbeelden. Dus we gaan kijken, als we die bedrijven willen vinden, moeten we dat samen gaan doen. En de Field Lab Sociale Innovatie betekent dat we die bedrijven moeten gaan vinden waar we kunnen gaan beginnen. Juist. Ongelooflijk, hè? De high five tussen de minister en de robot kondigt het al aan. Het is tijd voor een nieuwe kijk op arbeidsverhoudingen en arbeid.